Het probleem van de afgelopen jaren is aardappelopslag in de bieten en uien. Het is een veel voorkomend probleem wat de komende jaren alleen maar toeneemt. En we staan hier op dit moment bij de Garford spotsprayer. Wat deze machine doet, hij registreert de aardappelopslag tussen de rijen. En uiteindelijk spuit hij dat met een speciale dop hier aan de voorkant van de machine. Aan beide kanten hebben we één camera zitten. Die zorgt dat hij 1,5 meter meeneemt aan de voorkant van de spotsprayer. De spotsprayer spuit alleen op de plek waar de aardappelopslag dus staat. Dus je kan heel nauwkeurig op het aardappelplantje zelf spuiten. De camera herkent de rij van de bieten. Vervolgens zet hij aan de linkerkant en rechterkant zet hij een grenslijn. Alles wat dus op de grenslijn of daarbuiten staat, zal de spotsprayer spuiten. Hier zie je de rij van de bieten. Die geeft dus één groene lijn. Hier aan de linker en rechterkant zie je een stippellijn. En dat is de grens die je zelf kunt aanpassen. Dus dichter naar de rij toe of verder ervan af. Hier zie je aardappelopslag staan. Daar zet hij dus een blauw cirkeltje omheen. Dat betekent dat hij die blauwe cirkel die staat buiten de grenslijn. Dus die zal hij uiteindelijk gaan spuiten. Hier voeren we een test uit op de doppen. En zie je heel goed wat de dop dus doet. Hij geeft dus 6 stralen naar beneden toe. Hij gaat elektrisch gaat hij open en dicht. Waardoor hij dus heel snel kan reageren op de plant zelf. Als hij dus eventueel daar moet spuiten. Dus je kan heel nauwkeurig plaatsspecifiek de aardappelopslag bestrijden. In principe is de hoofdmoot voor de machine is aardappelopslag. Hij kan ook andere onkruiden bestrijden. De machine kan ingezet worden in spersiebonen, uien, peen, witlof en bieten waar we nu staan. In principe als de camera een rij ziet, dan zal die de aardappelopslag daartussen zal die bestrijden. De ervaring op dit moment is dat hij 90% van de aardappelopslag meepakt. En daarnaast is het de afstelling die je zelf op dat moment doet, hoe dicht en nauwkeurig je dus gaat spuiten. De machine werkt op basis van een actueel beeld aan de voorkant. De stuurschijven die sturen langs de rij. En uiteindelijk heb je hier aan de voorkant nog een sideshift. De sideshift is puur als je hem erin wil zetten, dus in de gewasrij. Vervolgens zal de sideshift in zijn vrijloop gaan. En zal die alleen nog op basis van de stuurschijven gaan sturen. Doordat hij dus een actueel beeld heeft, zal die dus constant de lijn van de gewasrijen volgen. Door deze stuurschijven hydraulisch links en rechts onafhankelijk te bewegen, blijft deze spuitboom constant op dezelfde hoogte. Hier hebben we 2 tankjes zitten, allebei van 100 liter. Eentje voor schoon water en de ander kan eventueel gewasbeschermingsmiddelen in. Je rijdt met een rijsnelheid van 4 km per uur door het veld heen. Nu is de machine 3 meter breed. Maar je kan in de toekomst, als de machine verkoop rijp is, tussen de 6 en 9 meter krijgen. En eventueel nog breder. Op dit moment staat er een John Deere met 155 pk voor. Maar in principe, als je een trekker hebt van die 30 liter olie per minuut levert. In de fronthef met een pers en een retour heb je meer dan voldoende. De spotsprayer is geschikt voor de grotere akkerbouwers. En loonwerkers die deze machine dan in de praktijk kunnen inzetten. En hiervan is de richtprijs rond de 100.000 euro. Op dit moment zijn we de machine aan het testen. En in het najaar zal die commercieel op de markt komen.